In Roosendaal is het carnaval zo'n beetje begonnen. Al sinds vanochtend wachten mensen op een kaartje voor de Prinsensoirée. Ook al begint die kaartverkoop pas morgen. We gaan naar Roosendaal toe, daar staat Rob van Kaathoven. Ja, ook al in die rij kunnen we wel zeggen. Rob, waarom zitten die mensen daar nu al? Nou, dat hele wachten zelf is eigenlijk ook een carnavaleske traditie geworden. En daarom zijn de mensen hier al sterker nog. Er zijn mensen binnen die zeggen van nou, ook al krijgen we geen kaartje, we zouden hier toch zijn. We vinden het gezellig. Het is inmiddels overdekt. Vroeger was dat buiten, was het nog meer in die weersomstandigheden. Toch is het hier best fris en gaat het lang duren, want het duurt tot morgenochtend. Dus ik vroeg een aantal mensen hier hoe ze dat zo lang, die 24 uur, vol gaan houden. U dacht, meneer, waarom een thermos kan meenemen als ik het hele koffieapparaat mee kan nemen? Ga niks boven een vers bakjes morgen, schok toch? Vandaar. Wat zit er in uw koelbox? Ik heb uiteraard een fles Robler, wat Crystal Clear, wat bier en cola. En honger dan, want er moet natuurlijk ook gegeten worden. Honger? Daar hebben we weer een andere tas voor. Heb je dan nog een tip voor de beginneling, de beginnende soireer? Niet te vroeg starten met drinken, denk ik. 8 uur, dan ga ik wel. Hoe ga je dat volhouden? Hetzelfde als voorgaande jaren. Gewoon laagjes aan en straks in de slaapzak. En veel drinken. Ik zie nu, wat is het? Thee staan? Ja, nee, nu thee, maar we gaan straks wel aan de schrobbeler. Ben je dan morgen vroeg nog helder genoeg om dat kaartje te halen? Meestal wel. Wat maakt dit nou leuk? 24 uur lang carnavallen. Zeg genoeg toch? Ja, daar hebben we toch een heel feest voor? Ja, maar elke dag die we meer kunnen doen is meegenomen. Morgen vroeg rond een uur of 8, 9, dan gaan die kaartjes uitgedeeld worden. En nou ja, je hoorde het net al, niet te vroeg beginnen met drinken. Toch heb ik ook al schrobbelair gekregen. Het blijft hier voorlopig nog wel even gezellig, denk ik, in Roosendaal. Nou, we merken er gelukkig nog niks van. Dankjewel, Rob van Kaathoven.